Per jaar krijgen 13.000 mensen dikke darmkanker in Nederland. Dat komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor en met name bij oudere leeftijd, dus boven de 60 jaar. Ongeveer 5 tot 10% van die patiënten leidt aan een erfelijke vorm van dikke darmkanker. Dat wil zeggen dat het afwijkingen zijn in het genetisch materiaal, het DNA, waar daardoor wordt veroorzaakt. Dikke darmkanker ontstaat doordat er polypen ontstaan in de dikke darm, welke gaan groeien en langzaam uitgroeien tot een echte tumor die eventueel de darm kan afsluiten. De behandeling van dikke darmkanker is gestoeld op het operatief verwijderen van een tumor. Dit wordt vaak voorafgegaan aan chemotherapie of radiotherapie of eventueel gevolgd door chemo- of radiotherapie. Soms is zo'n behandeling niet mogelijk. Het is met name het geval zo op het moment dat er uitzaaiingen zijn. Op het moment dat die er zijn, is er wel vaak een andere behandeling mogelijk. Zoals bijvoorbeeld de HIPEC voor uitgezaaide dikke darmkanker in de buik. Of een resectie of een RFA van leveruitzaaiingen. Hetzelfde kan ook in de long gebeuren. Op het moment dat dikke darmkanker terugkomt, is er vaak nog een mogelijkheid om opnieuw te behandelen. Dit is dan opnieuw weer een operatie, vaak voorafgegaan door chemotherapie of radiotherapie. Het is belangrijk bij terugkerende dikke darmkanker dat het een multidisciplinaire behandeling is. Dat wil zeggen dat er veel specialisten van verschillende disciplines aan deze behandeling meewerken. In het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis werken we met een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat verschillende specialisten zich over het geheel buigen. Dit zijn over het algemeen een MDL-arts, een chirurg, een radiotherapeut, een radioloog, een patholoog-anatoom en eventueel een uroloog of een gynaecoloog. Deze combinatie van specialisten zullen kijken naar de beste behandeling voor deze diagnose.